En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Nijmegen is bezig met de begroting, hè? De meerjarenbegroting 25-28. Er komt 7 miljoen minder vanuit het Rijk. Er is al een tekort van 3, zoveel miljoen. Burgers van Nijmegen mogen meedenken over de begroting. Als er bezuinigd moet worden, waar zou u op bezuinigen of juist niet? Nou, ik denk niet dat ze nog moeten bezuinigen. Ze hebben al zoveel bezuinigd op het moment dus. Ik denk dat ze het hier eigenlijk bij moeten laten. Waar moet het geld absoluut naartoe in de gemeente? Verbetering gewoon, wat ze kapot aan het maken zijn hier in Nijmegen. Dus Nijmegen was altijd een mooie, gezellige, grote, goede stad met een goed beleid. Er is vroeger altijd een goed beleid gevoerd geweest. En iets wat goed werkt, waarom zou je dat veranderen? Dus want dan ja, maak je eigenlijk de boel kapot in feite. En dat zijn ze dan aan het doen. Heeft u input voor de gemeente? Luister naar de mensen. Waar absoluut niet op bezuinigen? Woningen. Woningen, ik vind woningen. En ook voor senioren, niet van die kleine kutappartementjes. Ruimte, wij willen ook ruimte, oké? Okay? Op de zorg, dat is nummer 1. Bij de zorg, hè? Bij de gehandicapte mensen die thuis zitten. Die het kacheltje niet aan kunnen krijgen. Daar moeten ze wat aan doen. En de zorg, hoe moet het daarmee? Nou, dat moet wel beter. Dat vind ik wel. Vooral de administratie. Maar er komen mensen tekort, hè? Dat is het. En te veel, zegt de administratie? Ja, te veel administratie. Ja, die meisjes moeten eerst van alles invullen en doen. En ja, vroeger werk je 4 uur bij de mensen. En tegenwoordig zijn ze 2 uurtjes en dat kan gewoon niet. Maar dus daar in ieder geval niet op bezuinigen. Op de zorg. De zorg, sowieso niet. Bezuinigen. Nee, zeker niet. Op onderwijs. Ik vind onderwijs natuurlijk heel, heel belangrijk. Hè? Dat is de toekomst. Ja. De jeugd heeft de toekomst. En ik vind het heel, heel jammer dat het gewoon weer steeds meer voor de rijken wordt. De school. En u, meneer? Ja, voor mij persoonlijk de gezondheidszorg echt wel. Dat is wel een belangrijke hoek is met het onderwijs erbij. Maar ook gewoon voor de mensen die het net iets minder makkelijk hebben. Ze hebben overal geld zat voor. Hè? Dus dat mag daar niet op bezuinigd worden. Laten ze het maar ergens anders vandaan halen. Niet dan? Maar als het zo doorgaat, dan gaat het helemaal niet goed in Nederland. Hè? Nou, het gaat niet goed, want de noodwet die is afgekeurd, hè, door de Eerste Kamer. Dus ik denk dat het kabinet zo valt. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de vuilniszakken duurder maken. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat ze erg aan de prijs zijn. Ja, dat vind ik een slechte zaak. Ja, want dan gaan mensen gewoon overal alles deponeren. Ja, de prullenbakken worden al overhoop gehaald en alles. Nee, en dan, mensen kunnen die zakken niet meer betalen. Dus dat is gewoon wel moeilijk. Of ze gebruiken andere zakken en dan zetten ze het ergens neer. Ze geven vaak het geld uit aan de verkeerde. Dus. En als u hoort dat de vuilniszakken duurder worden, is dat een goed plan? Nee, maar alles wat duurder, hè? Ja. Dus uiteindelijk doen ze toch wat zelf zin hebben, hè? Ik denk dat het voor de gemeente net zo moeilijk is als voor een ander, ja, om het allemaal eerlijk te verdelen.